Kira, vertel. Ik heb trouwens een bakje koffie voor je meegenomen. Lekker. Voordat je gaat vertellen. Dankjewel. Ja. Welkom bij deze opleiding. Wat ga je studeren hier? Dat is dus Applied Artificial Intelligence. Je gaat zeg maar AI-toepassingen ga je ontwerpen eerst. Dan ga je het ook ontwikkelen, dus echt maken. En als laatste ga je er ook naar kijken van hey. Je gaat op reflecteren, je gaat er naar kijken van hey, wat betekent het nou eigenlijk? Ook voor ethisch gezien, kunnen we dit maken? Hoe is dat sociaal gezien? Wat ontwikkel ik nou? Is dat nou toepasbaar? Tof. En voor wie is dan zo'n opleiding geschikt? Ja, dat zijn studenten die als vooropleiding de bachelor, HBO ICT, hebben gedaan. Of bijvoorbeeld de bachelor toegepaste wiskunde. Die zijn direct toelaatbaar. Er zijn nog een aantal direct toelaatbaar. Dus misschien is het handig om even naar de website te gaan. Maar ook met een aantal minoren. Data science, big data. En natuurlijk de minor Applied Artificial Intelligence ben je direct toelaatbaar. Applied Artificial Intelligence klinkt heel Engels. Is de hele opleiding dan ook alles in het Engels? Nee, het is een Nederlandstalige opleiding. Dat maakt het ook heel uniek. Want er zijn niet veel Nederlandstalige AI-opleidingen. Het is wel een combinatie. Dus als je wil, kun je wel dingen in het Engels doen. En ja, het programmeren is natuurlijk ook in het Engels. Maar alle colleges en dergelijke zijn wel in Nederland. En wat maakt de opleiding Applied Artificial Intelligence en niet alleen Artificial Intelligence? Omdat je bij ons echt met data aan de slag gaat. Dus je gaat, ermee aan de slag door er echt iets mee te ontwerpen. Maar ook te ontwikkelen. Wat kan je allemaal naar de opleiding? Nou, je kunt ontzettend veel met deze opleiding. En het vakgebied ontwikkelt zich ook heel erg snel. Dus er ontstaan ook steeds meer nieuwe functies. Maar weet je, misschien is het veel leuker om dit nou aan studenten te gaan vragen. Bij deze? Nou, in deze studie kan je een data analyst worden. Je kan een data scientist worden. Een data strateeg. En je kan ook een AI engineer worden. En wat willen jullie eigenlijk worden? Ik wil waarschijnlijk AI toepassen op mijn security richting. Ik zou data scientist willen worden of AI engineer zou ik willen worden. Want ik heb hiervoor bedrijfskunde gedaan en het lijkt mij heel vet als ik applicaties kan ontwikkelen voor bedrijfsprocessen. En je zegt ik heb bedrijfskunde gedaan. Dat is niet de logische, in ieder geval voor mij niet de logische keuze om dan AI te gaan doen. Hoe ben je dan bij de AI master beland? Nou, ik ben hier beland omdat ik tijdens mijn studie ook een minor in data science heb gedaan. En toen dacht ik van nou, dit is zo vet. Ik wil me hier verder in gaan verdiepen. Nice. En waarom hebben jullie dan gekozen voor de Applied Artificial Intelligence en niet op de universiteit? Nou, omdat me dat theoretisch is met alle gekke wiskunde die daar allemaal bij komt kijken. En dit is toch wat meer praktischer, dat je echt dingen gaat maken. Dus het is gewoon heel erg praktijkgericht. Ja. En voor jou? Omdat je voor universiteit ook heel vaak een schakeljaar moet doen. Of hoe noem je dat? Pre-master. Pre-master. Dat is gewoon niet fijn, want soms duurt die gewoon een jaar. En dan ben je dus gewoon een jaar bezig met een beetje op het niveau komen. En dan pas mag je beginnen.